We bevinden ons hier in het nieuwe sportcomplex op de Bevrijdingslaan. En al onze 80-plussers van Meerhout zitten op dit moment in de cafetaria te genieten of na te genieten van een best geslaagde namiddag. Het programma van vandaag, er waren drie groepen. De eerste groep die heeft een verhaal mogen aanluisteren van wat er in de Kempen gebeurde in het verleden. Dan hadden we een tweede groep die dan een dia-reportage kregen. Een dia-reportage van hoe dat de Meerhout was 50 jaar geleden, 25 jaar geleden en vandaag. En dan hadden we natuurlijk ook wel wat passende muziek voorzien gehad door de groep Castaar. Waarbij we moesten afsluiten natuurlijk met al bekende, zoals die mensen dat ze mooi uitdrukten, de Brabantson van Meerhout. En ik denk wel dat het een geslaagde dag was, want iedereen zong mee. Zingen van het Meerhouts paradijs, van al die schoon dingen, zo juist lak in Parijs. Van stoepen en piscijnen, gemak in al het verkeer, van auto's en van treinen, wat weet ik nogal meer. O, mijn liefste Meerhout, schoner dan Parijs, zou u willen geven een stukje van mijn leven. O, mijn liefste Meerhout, ge zijt een paradijs. En als men het allemaal nagaat, dus dat er hier. Hoe was het vandaag? Het was goed, een aangename middag. En goed geamuseerd. En een goede tas koffie met een koek. Dat was heel lekker. Per velo of per kaar, dan moet je wel leien. Geslaagd van het naar haar. Ja, de muziek was bij mij het beste. Dat was bij mij het beste. Ja. Komt u volgend jaar dan weer? Ja, te hopen van wel. Ja? Ja. O, mijn liefste Meerhout, ge zijt een paradijs.